Solo in Midden-Java, Central-Java. Dit is de ingang van Solo. Ik sta voor het, ja, ze kennen het hier als Balaikota, Surakarta, maar het moet zoiets zijn van districtscommissariaat van Solo. Ik heb ook begrepen dat de huidige president van Indonesië hier zijn kantoor had. Hier ben ik dan in Solo, hartje Solo. Papa, soho, ibu, sugen ketemu. Aku saiki neng Solo, ing Jawa Tengah. Lan kene tempat kelahirane Mas Didi Kempot, sing wis kondang ing Indonesia, ing Suriname, ing negara Londo. Kabeh wis kenal. Lah ing kene aku neng wis sisa neng Solo, aku kepengin ketemu karo Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot iku lahire neng kene. Mas Didi Kempot uga uripe neng kene, ya tempat tinggale ya neng kene. Mas Didi Kempot iku anake Pak Wiranto. Neng kene wis kondang kondang jenenge Ranto Edi Kudel. Lah ibune jenenge Haja Umiati. Aku pengen ketemu tenan, mosok wis tekan ado-ado sangko Suriname neng Solo, mosok aku ra iso yo ketemu karo Mas Didi Kempot. Mesti ketemu, tekon sapa wae, mengko aku tak tekon karo Pak Becak men digowo amarga ya neng pojok endi wae mesti aku ngerti, lan aku mesti ketemu karo Mas Didi Kempot. That is the ingang van Solo in Midden Java. Ik ga even naar een Becak man toe en ik ga hem vragen of hij me kan brengen naar een plekje. Ik denk dat ik naar die Becak man ga. Sirsiran kita saking Suriname, para Maribu, tebe pak, lan kita pengen ketemu kali Mas Didi Kempot. Mila kula teng mriki teng Solo, kula padosi, kula cari padosi alamate Mas Didi Kempot. Teng mriki pun kondang nggih, nggih. Lah niki saya minta dengan bapak. Aku pengen muter, kepengen muter. Omongane wong Suriname iki rada campur-campur, Pak. Ada bahasanya sedikit, ana Jawane sithik. Dadi mohon maaf nggih, Pak nggih. Mesine ana salahe. Nggih. Aku iso diputer kono, Mak? Iya. So, en dan ga ik nu de Becak in. Ik ben wel niet bang hoor voor het verkeer. Ondanks dat het druk is. Ondanks dat het verkeer heel erg druk is. Ojo nganti tengah wengi, mergo yen wengi ngono, bisa mbilaeni. Oke, daar gaan we. Let op de drukte, maar kijk hoe iedereen. Let op iedereen. Hij stoot zijn neus naar voren. Ze geven wel niet direct voorrang, maar ze houden wel rekening mee. Wel, ik ben niet bang hoor. Ik doe geen schietgebedjes, want ik weet ook de Heer is met en de Becakman en met mij. Dus ik dank ook onze Heer daarvoor. Ziet u, ik ben veilig aan de overkant en hij moet trappen. En dan ga ik om de rotonde heen, dwars door de stad, op zoek naar Mas Didi Kempot. Aku numpak becak. Senajana wah akeh wong aku serawedi, amarga ya bapak sing numpak becak ya dipayungi karo Gusti supaya alanggone golek sandang lan pangan bisa gangsar. Ora ono alangan opo-opo, iku pandung aku kabeh. Dadi aku saiki karo Pak Becak muter nang Solo karo ya takon-takon. Wis engko tekan ngendi? Sirsiran eling wanci. Ojo nganti tekan.
siran koe nyenengake siran koe ya mumake siran Ja, en daar zijn we dan. Pa? Ma, motor kesuwen ge, Pa, ge? Ge, Pa. Motor nuwen ge, Ma, ge? Ge. Hati-hati teng merking ge, Pa, ge? Ge. Ja, van hieruit vragen wij ook de schepper hem te willen zegenen en te willen begeleiden. En alle anderen. Waduh, ki pasar Triwindu, stasiun Sangkrah, Masjid Agung. Lah kok angel temen ya iku mau karo becak. Ai. Mumet. Jonge. Mana gaan vinden? Als ik iets in mijn hoofd heb gezet, we gaan het vinden, want mensen toeloor in Suriname moeten ook weten wat het verhaal is achter die Didikempot. Niet dat hij komt en hij zingt en het is klaar. Nee, er schuilt veel meer achter. Ziet u, ik sta op een drukke werk, op een drukke hoek. Dicht bij de markt, denk ik. En dan ga ik gewoon dwars door de stad, ga ik gewoon ergens stoppen en kijken. Ik moet iemand vinden. Maar moet ik eerlijk zijn, draai ik kaba. Alleen omdat ik niet weet welke kant ik uit moet gaan. Maar het gaat, ook go. Ik ga zeker vinden. Ik loop gewoon de markt in en dan, ik moet iemand vinden. Ik moet. En hier zitten de bitches onder de koele grote boom. Wat voor boom? Nou, want ze hebben een keer pohon, nou papa? Ringin. Oh, waar ringin. Ngertas lagu nih, pohon beringin. Ngertas lagu nih. Mas kenal kali Pak Didi Kempot nggih? Mas? Pulau? Iya. Pokoknya mireng lah. Ini mireng kan terkenal nggih. Terkenal ya. Terkenal paling kondang teng mriki nggih. Kita saking Suriname Garuda Televisi. Oh, kita patos madosi ki ambake mila kilo kita napa itu jalan-jalan di sini ingin ketemu. Oh, iya. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Ya. En solo papa. Veel becas. En natuurlijk hier Kraton, Pak. Daar is het sultanaat, de ingang ervan. Het middaggebed, hier is er een moskee en dan is het middaggebed al aan de gang. Het is wel een heel prachtig geluid. Hier lopen we dan. Boy. Dus, als ik hier verloren raak, toch? Ik blijf in Yogyakarta als ik verloren. Nah, aku cari neng kene je, nggak matos sih Pak, Mas Didi. Aku cari neng kene rapopo ya. Mesti song nginep gak nih sopo wae ya. Wah, mumet deh. En daar zit ik weer. Selamat siang. Ya, siang. Iya. Kita cuma tanya. Kita dari Garuda Televisi Suriname. Ya. Mas nesu toh? Orang nesu toh ya? Boten. Ora lah kok ora senyum ngono kok koyo nesu toh. Baru nggarap. Oh, baru nggarap. Serius ya. kita
Neng kene iku karo madosi cari-cari Mas Didi Kempot mulo kita muter. Kenal to karo Mas Didi Kempot? Ngerti? Ngerti ya, top to. Sanger sing paling top. Neng Suriname ya kondang, neng Indonesia neng ya kondang, neng negara Londo ya kondang. Neng liya-liya negara karo Jerman iku ubengane negara Londo top uga. Ya, Mas. Oke, okay, kesuwun ya. Orang nesu-nesu lho, ora apik. Nak nesu-nesu mengko ora engko gelis tuwa. Oke, okay, nah kawo verder. Ik denk dat ik gewoon... Ik ga eerlijk zeggen, ik weet niet welke kant ik ga, maar ik ken de taal. Zowel een beetje de Indonesische taal, de Javaanse taal. Ik kan tot hen praten. De mensen zijn heel beleefd met de noemen, Mas. De mensen zijn heel beleefd, dus ik ga gewoon vragen. En dan weet ik wel dat het zeker goed gaat komen, want ik ga u niet in de steek laten. Echt niet. U zou het ook niet willen dat ik terugkom in Suriname en u zegt... Lapie, tante Anko, sampai tekan solo, ora ketemu karo Mas Didi Kempot. Ora kena, kadoan banget. Kene wis cedak, mesine ana 3 kilometer, mesine ana 4 kilometer bisa ketemu karo Mas Didi. Bakal tak terus ke aku kudu kepethuk karo Mas Didi. Pengen ngerti. Amarga suarane wis kondang, wis ngerti. Ning Mas Didi kaya ya wong Suriname uga. Muga-muga sok bisa ketemu meneh ing Suriname. Ya, aku tak golek nggon liya. Ga ek niven andere kant open. Ga weg. Van harte goedenavond. Ik ben nog steeds in Solo, midden Java. En vanuit deze plaats groet ik u allemaal. Bapak Soho Ibu, uko aku ketemu meneh. Aku isi ono ing Solo, Jawa Tengah. Saiki aku ing bawah Keprabon. En het is een plek waar vroeger Mas Didi Kempot zijn tijd doorbracht met Nyamen. Ik ga even naar een
voorbeeld van wat Njamen betekent. Het is een normaal straatbeeld hier in Indonesië, of je nou in Jakarta bent of in Yogyakarta. En vandaag in Solo, vanavond in Solo. We zijn al de hele dag op stap geweest. Dat tijdens het eten bij zulke eettentjes, ik eet je niet lessen aan, jongens. Dus zoiets is dan lessen aan, waarbij je op de grond zit en aan een lage tafel een hapje gebruikt. Maar het kan ook aan een hoge tafel met een bankje of zitten op een bank. Dit noemt men dan lasagne. Het is heel netjes, heel fijn. En hier, dit plekje, is Mas Didi begonnen. Maar alvorens ik daartoe over ga, wil ik... We hebben hier ook mensen die Njamen. Het is zijn straatzangers. Ik ga hem vragen om een nummer te brengen. Hier zijn ze ook. Mas... Kita dari Garuda Televisi Paramaribo Suriname. Siapa namanya? Saya Suyanta. Oh, Suyanta, Mas? Rista. Rista. Oke, Mas bisa main lagu supaya iso tak tutuhake karo penonton ing Paramaribo Suriname Garuda Televisi, ya? Kembang tebu sing kapur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu iku mung hiasan tresnamu saiki wis ilang ning talan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning ngarep moto ning dalan nanyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertanegara ngawi kembang tebu sing ning sawah kutha nora karing senajan mongso ketika tansah eling jamane semono ning kulon terminal Kertanegara dalan nanyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning arepe moto ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertanegara zo gaat het eraan toe. En dan staan ze nog even. Maar mogen er dan de bezoekers een vrijwillige bijdrage afgeven. Het varieert wel. Het moet wel uit je hart komen. Maar ik wil even een gesprekje met hem hebben. Mas, akun dwe pita konan siti kenal ya? Oké. Iki mau kok lagune terkenal ya? Ya, terkenal bu. Sangka gak nih sapa? Ini lagunya Bapak Didi Kempot. Oke, Mas Didi Kempot itu mbien dan nyaman ya neng kene ya? Ya itu tapi dulu Bu, saya masih kecil Bu. Ya udah lahir kan? Udah. Ya. Oke, iki diteruske. Mas anggone le nyaman neng kene wis piro suwene? Udah 6 tahun lebih Bu. Oh, 6 tahun lebih. Nek Mas Didi Kempot meng 3 tahun aku krungu. Okay. Matur nuwun Mas, lan sukses ya. Matur nuwun nggih Mas nggih. Nou, het is dan normaal dat je dan een kleinigheidje geeft. Ja, hij is hier al 6 jaar, ook een straatmuzikant, als u het zo wilt noemen. Is hij hier al 6 jaar, maar Mas Didi, neemt u mij niet kwalijk om even mijn bril op te zetten, want het licht is een beetje fel. En we zijn al de hele dag op stap geweest, maar het doet mij niks. Omdat ik weet dat u ervan geniet wanneer ik u al deze beelden laat zien. Ik ga even kijken, daar binnen is waar men kan zitten. En hier,
is dan het beeld hoe zij hun waar aan de man brengen. Dit is al de derde generatie van deze mevrouw. Eerst haar oma en dan haar moeder en dan zij. We hebben ook een beeld gehad, een pasinden, terwijl hij de op... Ik hoop dat je dingen maakt, sitter. Oh, op de sitter wordt begeleid. Dan zit ze hier, helemaal opgemaakt en zingt ze. Ik ga even naar de mevrouw toe. Wat zoek ik daar nu? Daar nu, ik wil. Ja. Wat is mijn naam? Ati. Ati? Oh, api. Ik wil cekak yang jeneng apa ati? Cekak. Oh, cekak yang jeneng lah. Panjangnya Ati Triwulandari. Ati Triwulandari, api banget. Mbak, IJW Sangko Suriname, Garuda Televisi. Lan mbak, wis pernah krungu, lan ngerti Mas Didi Kempot? Iya, pernah. Mas Didi Kempot iku mbiyen neng kene, neng apa mas, kah? Keprabon iku kulino miwiti karo nyamen. Saiki Mas Didi Kempot wis ya wis dhuwur la ik, wis sukses la iku rasane mbak kaya ngopo nek ana wong Solo sing wis dhuwur posisine. Ya ikut bangga juga. Ya bisa terkenal bisa. Mbak anggone sadean neng kene wis pira suwene? Menawi kula anu ya sekitar 12 tahun. 12 tahun, Mbak. Ini kan terus kiri dari nenek, ya. Nenek, ibu terus saya. Lah amben bengi Mbak lungguh ana ing kene. Nggih. Ya laris ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Uga aku bunga banget tak dongake laris manis nggih ya, Mbak ya. Iya. Oke. Okay. Ze verkoopt hier Rolas Town, Gemba, 12 jaar. En heeft zij, zoals ik het zei, overgenomen van haar moeder. Van eerst oma en toen heeft moeder overgenomen. En dan zij nu. Dus we zijn in de buurt van Keprabon, waar Mas Didi Kempot is begonnen. Mas Didi Kempot, angone, mi witi nyanyi kin en kene telung tahun suwene. Terus ketemu karo sedulur. Ditekoni apa wis iso gawe rekam ki ambake ngomong aku ora nduwe dhuwit gawe rekam digawa nang Jakarta. Dadi aku mengko ya wawancara karo Mas Didi dhewe. Saiki aku ana ing Solo, Jawa Tengah, ing panggonane panggon pelarirane Mas Didi Kempot. That is Keprabon. Keprabon iku biyen kene nggone Prabu. Prabu is the elite afdeling van de kraton, het sultanaat. Maar dat was heel vroeger. Nu is het een hele mooie schone straat. Met heel veel tentjes eromheen. Ik hoop dat ik u een beeld heb kunnen geven. Waar Mas Didi is begonnen. Totdat hij is op de plek waar hij nu is. En daar moeten wij allen een voorbeeld aan geven. Dat we door hard te werken en door te zetten. Altijd ons doel zullen bereiken. Ik groet u voor dit moment. Ik aan vanuit Solo, Midden-Java in Indonesië. Bye bye. Love you. Selamat siang, Mas. Nuwun sewu. Ya. Saya ini dari kota cari-cari Mas Didi. Oh iya. Sudah tanya di mana-mana. Iya. Iki mau aku krungu. Iya, Ibu. Mas Didi di hotel sini. Oh iya. Apa ya tenan toh? Iya, Ibu. Pak Didi ada di dalam, Ibu ya. Silakan. Oh, barusan datang. Iya. Ya, saya boleh. Iya, silakan, Ibu. Di dalam mana Mas Didi? Di belakang di ada di lobi, Ibu. Ada ya? Di lobi. Oke. Okay. Iya. Saya cari-cari ya. So, and you black that he well here in the hotel is met a business meeting. Ya, ik ben net ingelicht geworden. Sama sore, Mas. Dat ik helemaal naar achteren moet lopen. Ik ben in een groot hotel. Hij is hier vaak met
businessman, boy, dat is mijn immens groot hotel. Maar goed, het moet ergens hier zijn. Ik ga mijn wil doorzetten. Kudu aku ketemu karo mas Didi ora kene restoran. Yang aku melaku ono ing kene. Even kijken hoor. Ik zie iemand daar zitten. Mbak, selamat siang. Selamat siang. Aku dengar Mas Didi keempat di sini ya. Aku tadi dibilangin dari depan itu Mas Didi sedang di sini, masih di sini. Di mana? Bisa dipanggilkan, Mbak, karena kita dari Suriname. Susah. Iya, bangga. Aku sengko kutu kono ngene wali kota. Kutung salah. Kono. Kok kerja aku neng kene? Aku terus numpak becak. Terus aku ketemu karo sing neng kon Mas Kulino Nyamen kae neng kono miwit-miwit. Biyen. Neng ke Prabon. Lah terus diomongi Mas Didi nek dongki angel neng Solo. Iya bener. Ya amarga selalu neng yo ono neng Jakarta rono rini. Jakarta Surabaya. Mas sedino. Tak cakap iya, mas. Ya, ya. Bisa. Kalau mungkin jagung neng jagung neng. Iya neng kau neng mas. Ya, ya, ya. Ngomongan. Ya, ya. Neng. Ya. Ngomong. Hei, lada malah ketemu. Ketemu mas neng Solo. Alhamdulillah ini Solo guys. Tuh ngobrol neng ini. Ngobrol ya mas. Ya. Api gak nih? Kepenak lah ini. Kepenak mas. Kepenak banget. Ya. Lu gak kenal? Kene mas. Kenal. Kene kenal. Kenal. Iya. Karo nonton apik banget. Biyen-biyen, Pak. Jenate Pak Tommy Raji. Nek ning Indonesia. Mbak Florin. Wis ning kene jagong karo aku. Dadi ya? Memories ya, Mas, ya. Iki jenenge iki kan. Nek wong Jawa ngarani Janur Gunung. Kok iso ketemu dadak ning kene? Dadak, Mas. Ya mendadak aku khusus saka Yogyakarta. Songko Jogja. Wis mlaku-mlaku ning ndi wae. Wis ning Jakarta, wis. Suriname, Jakarta. Terus ning Yogyakarta. Aku ngomong wis Yogyakarta wis cedhek karo Solo, ora kena aku ngliwati Solo mesti. Iya, aku pengen omong-omongan sithik karo Mas. Ya, ngene iki. Iya, oke. Okay. Sir-siran dames en heren, na zoveel omzwervingen in de stad, u hebt het zelf gezien, ik moet op diverse plekken zijn. Niet dat hij onbekend is, maar omdat hij niet vaak is in Solo, zijn geboorteplek en waar hij woont en waar hij werkt, is hij vaak in Jakarta, naar de andere plaatsen, ook in Sumatra. Dan is het moeilijk voor de mensen. Uiteindelijk, na zoveel vragen, heb ik hem in het hotel kunnen ontmoeten waar hij eigenlijk een business had, een meeting had met businessmen, want hij is, hij begeleidt mensen ook nu hij al op een plek, op een level is gekomen waar hij anderen kan begeleiden tot waar hij is gekomen. Dan ontmoet hij de mensen op een plekje waar ze zich thuis voelen. Zit ik dan hier in het hotel samen met hem. Bapak soho ibu, iku mau wis iso nyekseni dhewe, aku muter-muter sak Solo tak puter madosi Mas Didi Kempot. Ora mergo wong-wong ora kenal ora, wis kondang, wis kenal, wis ngerti. Ananging Mas Didi ora gampang selalu ono ing Solo. Mesti disuruh kon teko ing Jakarta, ning Sumatera. Dadi iki untung omong Mas Didi ku kerep nang hotel kono ana business meeting ngomong-ngomongan karo pengusaha kanca-kanca. Dadi ing kene aku wis lungguh, ing kene wis ayem tenan senajan saiki wis
luweh wis warek aku ketemu karo Mas Didi. Bungah banget ya. Saiki aku krungu sangka mau Mas Didi ki yen krungu ana sedulur sangka Suriname teko, mesti ki mbake lari-lari pengen ketemu Mas Halo. Didi. Ya. Ayo, Mbak. Insyaallah. Matur kesuwun ditiliki. Iya. Mau kesel tapi saya wis kepen awake. Wis ilang kesel. Alhamdulillah. Iya. Wis ilang kesel. Mas Didi piye kabare? Kabare apik, Mbak. Okay. Sampean piye kabare? Waras, Mas. Waras wis mabur atuh ya. Mabur ono aduh ono hampir 20 ono selawe jam 26 jam. Ya. Taking kene tekan Jakarta, terus nang Jakarta ono ngetut ke rombongan, terus nang Yogyo, nang Yogyo uga ngetut ke rombongan. Mosok kok wis cedak Jogja. Karo Solo kan cedek. Cedek rong jam ini to, Mas. Nek Karpiati nek ra ketemu dadi rugi. Mas, rugi banget. Nek joro-jorone Suriname apa Lasi. Ya? Lasi. Iya. Nek Mas Didi nang Suriname sibuk banget. Wingi ana show latihan, wingi show nang pentas nang kene iso relax karo Mas. Amin, ya. Matur nuwun Mas, mergo Mas iku mau ya cek ketemu karo kanca-kanca gelem gawe wektu ketemu karo ITV sangko Garuda Televisi. Garuda Televisi iki wis karo Mas ora barang sing ora kenal iku wis kraket. Ya. Iya. Iki hotelnya sing ya pernah di ya, ya. Apa iku inepi karo ya jenate Pak Tommy Raji nek neng Solo kerep neng kene. Iya. Turu neng hotel kene karo Ibu Florin. Karo Ibu Florin biyen teko sing pungkasan karo sedulur-sedulure kabeh. Neng kene. Oke. Okay. Ketemu aku. Aku tak ngomong ke babakan iku sik sak durunge aku ngomong ke babakan iku sik, Pak. Aku amarga mengko kepengin takon piye miwiti Mas Didi biyan-biyane. Aku mau wis neng apa sing do lesehan iku lho, Mas. Ke Prabon. Ke Prabon wis takon-takon. Warung sego, warung sego. Ono, iya, aku jajan ning kono. Mas Didi kancane apik karo almarhum Pak Tommy. Ya. Piye Mas Didi le nompo pawerto yen Mas Tommy abene wektu ninggale piye Mas Didi le nompo pawerto almarhum Pak Tommy Raji ketemu aku pungkasan yang gini ngomongke televisi Garuda saya televisi Garuda mengko calone bakale jadi apa Mas Didi aku tuku alat-alat sing anyar saka Itali apa sapa ngendi lali aku Pak Raja akeh cetok sekolah negara njaba ya. Muga-muga TV iki tetep bisa kanggo tontonane masyarakat Jawa. Nek kanggo bisnis Mas Didi iki ora ono bisnis. Angel golek tapi aku seneng. Aku seneng karo kultur. Aku njaga supaya budaya Jawa ora bakal ilang ana ing negara sinamu. Saiso-isoku televisi tak gawe sing kepenak ditonton. Simbah-simbah ibu-ibu bapak-bapak ca nom-noman muga-muga yo ora lali karo lagu-lagu terus omongane Mas Pak Tommy. Tommy ya Mas yo sing ngomong kene lagumu sing nggon radio Garuda terus tak ya puter wong-wong Jawa isih gelem ngrungokke suaramu ya lah iku Mas lenompo pawerto iku piye rasane pas ninggal pas ninggal iku Mas kaget Mas nang Solo itu aku pas kerja Oh kerja, ya? Aku menawa kerja neng Jawa Wetan neng kurung Pak Tommy meninggal, ya aku konco, ya kakek, terus aku nulis lagu spontan. Lungone kok Indonesia kan durung suwi, bar-bar vakansi mrene to. Terus aku nulis, rasanya sih koyo neng kene. Terus aku nulis. Pak Tommy kowe sih neng kene gitu Mas neng sih neng jero atiku sih neng jero ati nih konco-konco meneng Indonesia aku nulis tagai film karo bocah-bocah editing langsung kirim bro iya ing dalem mesti urung neng pirang jam Mas wis teko ing Suriname wis langsung di neng televisi iya nek pas seduluran iki piye to Mas rasane iya ta nek ditinggal neng ITV kudu terus lan uga entuk pandongane Mas. Mas aku Suriname iku, wong Suriname ngertine Mas Didi iku meng teko gawe show.
Teko gawe show, seneng-seneng ketemu karo kanca. Dolan-dolan mesti ning Taman Rejo nang Sarmeka. Ning miwit-miwit. Miwit-miwitane Mas Didi iku akeh wong sing ora ngerti. Gagasane wis langsung terus kaya ngono. Mbak Ana, aku lekasanku mbiyen miwitan mbiyen rekoso. Namanya aku duwe percaya atiku nek rekoso mesti bakal ana watese. Kono ana lagu kan. Ya no, Mas, ana. Aku serius nulis lagu ngamen ning dalan golek duit ning keprabon. Sing tak parani iki. Wis mbok waran mengko takon-takon aku lah nek ngono. Ki bukake warung kuwi nek bengi. Nek bengi rame, nek wis mulai jam 6 sore ngono wis lekas padha dodol. Aku nyanyi ning kono menawa ana 3 taun. Golek duit ning kono. Kerja ngamen. Tapi aku nyanyike lagu sing tak tulis dhewe. Durung di recording, durung ana ning plat, CD, VCD. Aku wis gandeng lagu-laguku dhewe. Wong-wong sing mangan tekon kuwi lagune sapa? Laguku. Lho, kok apik? Kok ora direkam? Ora ana sing rekam aku ngomong. Tekasane mbiyen. Ya Gusti Allah maringi dalan. Aku ketemu karo wong-wonge saka Nokus Nomokuswoyo lekasane mbiyen. Sing jenenge Mas Pompi iki sing main keyboard. Aku ditakoni, "Ayo kowe teko ning studioku, tak coba nyanyi apik apa ora kowe." Terus aku nggae lagu Cidro. Cidro yo. Wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji. Iki critane iki tenan biyen lagu iki. Aku mangan wae susah apane becawe-cawe mesti ra gelem aku. Isih turun dalan. Nameng aku percaya mesti rekoso ana watese. Ya iki mau ketemu Mas Pompi, aku njak lagu, gawe lagu Cidro. Wicen yu kuno we aku tresno kowe ngono biyen sir-siran oe nyenengake ku dadi kembar lekasan gawe album. Iya, Mas. Ku tak tulis ning keprabon sing sampean iya. Aku nek kesel meneng jagong ning kono ndelok wong mangan ngene. Aku nulis. Gitarku tak walik ngene, tak jelek ngene, aku nggo kertas not nulis jagong. Entuk lagu Cidro, lagu sir-siran sing ning Suriname. Ya, matur nuwun dulur-dulur Suriname iso nampa lagu-laguku sing tak tulis mbiyen ana ing keprabon. Ngono, Mbak. Iya. Lah iku terus ketemu karo Pak Pompi. Ya. Iku Mas terus bisa ngerekam. Dijak ning Jakarta. Oh, dijak ning Jakarta. Aku dijak digone Jakarta. Mm-hmm. Dicoba dhisik, apik ora suaramu? Aku dicoba, wonge seneng. Oke, kowe tak rekam. Gawe album. Aku lekasan gawe album. Padha wae kok ora dibayar ora apa-apa. Sing penting aku iso recording biyen. Iya. Terus alhamdulillah album kuwi ketoke ning wong-wong Suriname sing vakansi ning Indonesia. Padha tuku VCD. Iya, VCD. Om jaman biyen isih kaset karo CD. Kaset karo CD. Ya ana wong Suriname nggoleki aku teko ning Indonesia mergo laguku jarene sing judule Cidro populer. Populer, Mas. Ana ing negara Suriname lan Holland. Akeh wong Jawa-Jawa sing manggon ning kono jarene takon. Didi Kempot kuwi sapa? Pengen wong Suriname nonton Didi Kempot live ning negara Suriname. Ning Mas urung pernah krungu Suriname iku ngendi? Durung, aku durung tau krungu. Terus wong kuwi nggoleki aku, alhamdulillah iso ketemu ning gone almarhum Mas Es Haryanto, favorit grup. Grup Mus Mulyadi. Aku kelakon budal ning negara Suriname tahun 95 menawa. Iya, 95. Ketemu karo sampean. Amel sing nggo acara sing dadi MC-ne ning NIS. NIS ya. Iya. Penuh ya, Mas ya. Penuh, antusias, aku kaget. Loh. Wong Jawa kok sakmene akeh. Mergone aku mikir aku mabur saka Indonesia kene aduh iki mbiyen kepiye tekone ning negara kono aku gumun. Iya. Tapi saiki wis ngerti pancen wong Jawa iki ning ndi wae ditresnani wong akeh mergo gelem nyambut gawe. Iya. Ora wedi rekoso.
Ik kom er even tussenin om u te vertellen. Hij vertelt aan het begin hoe hij is begonnen. Gewoon een straatzanger was hij. U heeft de plekken gezien waar er in de avonduren eten wordt verkocht. En wanneer? Het is namelijk cultuur hier, hè? Nou, cultuur. Het is een gewoon gezichtsveld. Dat wanneer er zijn eettentjes aan de zijkant en dan komen er mensen met muziek. De ene speelt gitaar, de andere komt met een gewoon geïmproviseerde piano. All those kind of things. En dan krijgen ze geld. En zo zat Masdidi daar, wat heeft gewezen, 3 jaren lang om zijn liederen te brengen. Maar allemaal zelfgemaakte liederen. Dus zelf gecomponeerde, zelf geschreven liederen. Als het zo vrij was, dan schreef hij de liederen op zijn, met de onderlegger, zijn gitaar. Hij had altijd papier bij zich en potlood en pen. En op een dag heeft iemand hem ontdekt. En men vraagt hem, hoe kom je aan die liederen? Hij zegt, nee, ik schrijf het zelf. Ik maak het zelf. Hij zegt, oh, waarom laat je het dan niet opnemen? Maak je dan geen bandje van? Hij zegt, er is niemand die het kan maken. Hij had het geld ook niet ervoor. En toen ontmoette hij die man van Jakarta, die kwam naar hem toe. En die zei, kom naar mijn studio in Jakarta, kom dan maken. Heeft hij daar de opnames gemaakt, toen was het nog de cassettebandjes. Hè? En heeft hij de opnames daar gemaakt. Hij kreeg er geen geld voor, maar dat was niet belangrijk voor hem. Belangrijk voor hem was dat hij die opnames kon maken. Zo ging het nog verder aan toe, totdat er mensen uit Suriname naar via Holland naar Indonesië kwamen en ze gingen op zoek naar hem om hem te ontmoeten live. En ze hadden ook een droom om Masdidi naar Suriname te halen, wat is gerealiseerd in 1995. En ik mocht het genoegen hebben om de MC, de conferencier te zijn van zijn eerste show in Nis. Dan ga ik nu terug naar hem. Yo, mas. Ya. Sapu bare mas setelah mas mulih songko Suriname, amarga show kabeh penuh to mas. Ya, druk, alhamdulillah. Matur nuwun. Iya. Iku mas terus teko ing kene piye terus mas terus e. Aku terus itu inspirasi kan. Oke, songko Suriname. Mergo aku iso ketemu wong-wong ning Suriname. Sing piantun-piantun sepuh atau sing wis tua-tua cerita akeh karo aku. Iso tak gawe tulisan lagu Kang Meh. Akhir lagu tak gawe ono lagu Ajuma. Lagu mepet-mepet ya kan? Mariem apa? Dawet Taman Rejo. Terus Tuwerek. Ya kan? Kayak aku untuk inspirasi saka negara Suriname. Ning waktu iku Suriname isih kurang ya Mas ya. Kurang. Terus Mas teko meneh. Di timbali meneh rono diundang meneh brono. Tahun 97. 97. Iya. 96 97 lali aku. 97 Mas. Iya. Ketemu meneh karo aku. Alhamdulillah ketemu meneh ning kono iso sukses. Iya. Terus bar kuwi aku bisa kenal cedak karo Garuda Suriname. Iya. Aku priari ulang tahunku sing ning Suriname mbiyen Pak Tommy Raji teko karo Florin. Sing umur piro aku lali kuwi aku. Ning Suriname. Ya. Na het sukses van 1995 kreeg hij de inspiratie. Hij kwam terug in Indonesië en hij ging verder met het schrijven van liederen, met het componeren van liederen. In 1997 kwam hij terug. Ik had wederom het genoegen om de conferencier te zijn van zijn show. Hij ging toen naar Indonesië terug. Hij kwam terug in Indonesië. En toen begon hij verder te werken aan zijn repertoire. Hij begon verder te werken aan zijn bestaan als artiest. Toen nog als namen, waktu iku masih artis sih ya Mas ya. Isih meng nulis lagu. Nulis karo nyanyi ya. Nulis karo nyanyi. Ya. Terus produksine apa iku rekam-rekamane Mas. Terus iso amarga waktu iku terus ono DVD VCD. Heeh. Biyen kan CD ya. Biyen ya, CD. Ora ono gambare. Ora, lah terus VCD. Terus VCD. Iya, oke. Okay. Ya. Nganti saiki muga-muga kabeh wis tak critakke karo sampean, karo panjenengan. Wong urip aja wedi rekoso.
sak rekoso-rekosone awake dhewe isih rekoso simbah-simbah mbiyen. Adohe saka Indonesia. Ya, teko ning Suriname. Teko ning Suriname. Numpak kapal ya. Numpak kapal 3 sasi mbok 7 sasi. Bocah-bocah kuwi iso kanggo conto utawa tulodo. Yen urip duwe kekarepan sing bener mesti Gusti Allah bakal ijabahi, bakal kelakon. Ya. Mas lagune kejaba sing ana sing karo guyon ta. Ya. Ning ana sing serius. Serius ngeweni apa ya message kanggo sing nom-nom. Ya. Kudu ngajani wong tuwa. Ya, ya. Swarga ing donya iku ana suku. Swarga ning donya ana sukune wong tuwa. Iya, 1001. 1001 ya, Mas. Ya. Dadi Mas saiki ora ming nyanyi, ora ming ya piye ya, duwe bedrift dhewe saiki. Ya, sithik belajar alon-alon. Timik-timik jarene ya. Iya. Ya saiki alhamdulillah wis. Nek dulur-dulur Suriname teko mrene aku iso ketemu. Iya. Ya iso ngobrol. Ya, ning Mas saiki duwe produksi bedrift dhewe. Ya, ya. Gawe dhewe jenenge Sumbu. Sumbu. Sumbu Record ya. Sumbu iki suara musik buana iki nggonku. Iya. Ning Sumbu uga iku sing kanggo ya paribasane wong urip. Iya. Kanggo mlakune sing nguripi geni sing ning nggone. Nek mbiyen ngarani tintir atau sentir. Iya. Ya ta? Iya. Mas biasane yen wong wis mulya ya Mas ya. Iku nek dong lali tembe biyen-biyane. Iya, iya. Ana-ana sing kaya ngono mbak. Iku apik apa enggak? Ora apik. Ora apik. Lan yen wis diparingi rejeki, oke. Okay. Nah, iku kudu diapake rejeki. Iya. Wong urip kabeh nyuwune diparingi urip kepenak, diparingi rejeki. Terus ndelalah wis kelakon kabeh sing disuwun, sing dijaluk ning nggone Gusti Allah. Umpama niki banyu disokke ning gelas iki wis kebek. Nek terus dikeneki kak mesti disoki terus kan mesti metu muncrat. Lah kuwi sing paribasan urip. Sing muncrat kuwi dibantu kanggo sing kekurangan. Senajan to mung setitik, sing penting atine ikhlas. Amin. Baik. Ya. Ya. Dadi Mas, aku mau ya ketemu karo bapak-bapak ing start ya ning dalan aku mong do kenal karo Mas Didi. Yo Mas Didi saiki wis apik. Alhamdulillah. Lan ya wis apik lan ya nek ketemu karo awake dhewe ya marani karo awake dhewe ya salaman tangan ya. Kepenak banget. Yen aku nyawang Mas lakune urip dadi kudu rekoso. Ya, pancen tak lakoni mbiyen ya. Rekoso dhisik ya. Iya, dadi kepenak ing emburi. Ya. Yen tak sawang, Mas kena digawe tulodo. Matur suwun. Amin. Ya. Ora kudu wedi nerkoso, kudu terima, kudu ya. Sabar. Serius. Serius, ya Mas. Ya. Aku saiki ning kene, senajano ado sangka omah ning iso kejikuk diduduhake ana ing omah. Aku pengen pesenan sangka nggone Mas Didi. Oh, kanggo ya. Bocah-bocah ing Suriname, babakan kebudayaan, babakan kerjanan, babakan urip masa depan. Monggo Mas aku njaluk tulung karo Mas. Kanggo sedulur-sedulurku sing ning negara Suriname. Awake dhewe dilairake saka guwa garbane utawa wetenge wong Jawa. Awake dhewe budaya Jawa. Duwe sopan santun, tata krama, ngajeni lan spirit semangat nyambut gawe aja pedih rekoso. Apa sing wis digawa simbah-simbah mbiyen ning negara Suriname kuwi akeh sing perlu dicontoh, apik diterusake. Wani rekoso. Wani luwe paribasane. Ning tembe mburine saiki kabeh padha ngrasake bapak ibune siwa mamange putrone anake sampe si, apa putu buyute kabeh kuwi kabeh mbiyen sing gawa rekoso simbah-simbah mbiyen. Mula saka kuwi saiki sing wis ana kepenak iki ditata sing apik, sekolah sing pinter,
aja lali budayane, aja lali asal usule. Awake dhewe iki sapa? Kuwi pesene saka aku Mas Didi Kempot. Lan muga-muga kagem sedaya ingkang wonten negari Suriname, simbah-simbah sedaya napa ibu-ibu sehat terus. Muga-muga tansah bisa nampa kabeh pacoban, mergo pacoban kuwi bakal ana faedahe. Matur sembah nuwun. Salam saking kula lumantar televisi Garuda, Didi Kempot nyuwun pamit. Suwun. De wijze woorden van iemand die de klappen van het leven heeft doorstaan en nu een succesvolle persoon is. Hij legt ook uit: je kan nooit iets bereiken zonder moeite ervoor te hebben gedaan. Als je gaat zitten, gebeurt er niks. Je moet je handen uit je mouwen steken. Je moet eerlijk aan je geld komen. Maar bovenal moet je vertrouwen hebben in jezelf, zegt hij. Hij geeft als voorbeeld een glas gevuld met water. Maar wanneer het overgaat, dan moet je wat valt delen. Want dat deel is al voor jou. Je moet het niet laten wegstromen. Zo zegt hij ook met de zegeningen die je krijgt van de schepper. Wanneer jouw deel al gedaan is en de schepper geeft je nog meer zegeningen, dat is ook een beproeving. Wat doe je met dat wat overtollig is? Moet je delen aan anderen die het minder goed hebben. De anderen die minder draagkrachtig zijn, zoals hij toen was geweest. Hij slenterde de straten door te zingen. Het verhaal van Mas Didi Kempot, die u niet kent, kende, want nu kent u het wel. Hij geeft ook de boodschap aan de mensen om je cultuur niet te vergeten. En bovenal durven om te ondernemen. Je kan niet vandaag opstaan, vandaag ogen openmaken en je bent er al. Nee, je moet er naartoe werken. Maar er naartoe werken met een hart dat overtuigd is van het kunnen daarvan. En hij zegt ook, hij is bijzonder trots dat hij ook in Suriname die familie heeft ontmoet. De wijze woorden van iemand die de struggles van het leven heeft gekend en waar hij nu is. We zijn door hem uitgenodigd. En overal waar hij komt, staat de weg voor hem open. Maar toen moest hij die weg zelf opzoeken. En nu is die weg daar voor hem open. Laten wij dit voorbeeld van Mas Didi Kempot overnemen. Waar zijn we ver? Hij in Solo en wij in Suriname. Maar ook zijn er Surinamers thuis bij ons die ook een voorbeeld kunnen zijn. Laten wij de goede voorbeelden nemen van iedereen die, van wie wij iets kunnen overnemen. Ja? Ik voel me een beetje geëmotioneerd door zijn woorden. Omdat hij ook ziet hoe wij in Suriname soms kunnen struggelen. Maar hij zegt doorzetten, volharden. Ik hoop dat u content bent met dit vraaggesprek. Evenwel kort, want hij heeft het zo druk. Hij heeft nog andere afspraken. Maar hij heeft die tijd vrijgemaakt om u toe te spreken via Garuda Televisie vanuit Solo, midden Java, Mas. Matur suwun. Sukses. Ya, Mas. Salam kanggo dulur. Thank you so much, Mas. Ya. Thank you so much. Ya. Ya, matur nuwun. Hartik kebetulan, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya, Mas. Thank you.